Well, hello everybody. I was unsure how and when I would share this with you, but I just do it. This is Queen Unique and me, Yvonne. I'm going to do something which is a bit strange, I think, for you and for me also. Because I never ever did this before. I'm going to inseminate her. Yes, I did it before in other years, but this is a bit different. And it's against my feeling because I don't want her to be pregnant again because she lost her foal 2 times. But trust me. Everything is gonna be all right. So please watch the video and maybe a couple of other videos, and after that you can say something about it. But I think it's very, very, very special. Ik heb correct Bjarni en Spidey binnen zetten. En Uniek is daar heel blij mee. Want Uniek is verliefd. Helemaal in love. Omdat ze zo hengstig is. En nu heb ik haar van de morgen insemineerd. Dus ik ben heel benieuwd of dat lukt is. En dat er een embryo groeit. En hoe een paar dagen, wat hij dan, als hij erin zit, wat hij eruit speelt. En dan wat die embryo in een draagmerrie zetten. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Hey, Spidey. Zo, Spidey zit hier ik. Dat wil die mem zeker, hey. En dan gaat ze er vast in. Zo, doe maar. Hines ben apart. En omdat Bjarni een ruin is nou, boeit het hem net zo vallen. Jammer uniek. Martijntje. Sally. En Wunder.
Jou vandaag nog niet, heb ik geïnspireerd. En nou hopen we dat ze drachtig is. En door middel van dit systeem komt er wetting. Het zal wel speciaal wetten zijn. En op die manier hopen we dat we de embryo eruit kunnen spelen. En dat hield dan in dit bakje zit. En dan is er dus een embryo en die wordt dan in een draagbeer geplaatst. Zodat ik niet zelf met mijn draag geef, omdat het risico nog net meer heeft. Maar ik zou het wel leuk vinden dat er een foutje van te krijgen. Dus het is nou heel spannend als het lukt. En dan draai je de klikkers om, zodat je die wetten weer in. Komt dat in? Oh, zo. Let u? Ja. En van binnen masseren we het altijd een beetje de baan weer. Want het wetten was dan niet. Scherp krijgen, kerst doet het zelf. Geen probeer. Nou is een keer weer straks, ik wil onder de microscoop, ik wil een foto maken, een filmpje maken. Cool hè? Ja. Zie je hem? Wauw, één perfect bolletje. Wow. Tof hè? Ik ben helemaal flabbergasted. Ongelooflijk. Yeah. Van. Dus dit betekent dat we nou dus al bij de eerste, want ze met een paar liter, dat we gewoon al een embryo hebben. Wow. Ik vind dat ongelooflijk. Ja. En nou, ja. Ongelooflijk, hé. Hij is gewoon een kind maken, dat zou vier. Dan zit hij in dit bakje. Ja. Bijzonder, hè? Ja, echt. En waarom was dit? Nou, in principe maken ze de mij natuurlijk hartstikke goed skin. Maar ja, mocht ze toch een beetje vuiligheid mooi en je krijgt altijd wel wat baarmoederstikjes mooi, dan
maken ze nog even een extra goed skin. Hm. Beeldje tussen troon. Kijk, dat is hem. Cool, hè? Ja. Kleine baby. Ja, volgend even het tannenvatje. Ongelooflijk. Ja, stoer, hè? Zo, dan kun je mooi warm blauwen in het donker. Maar dat wordt net zwart. Het bakje altijd trol dat er net toch een stiekem met twaddy in zit. Meestal net, maar... Rutsiekje, de mooiste. En hier zijn van die zoetse achter. Nee, er zijn een peer volgens mij die liet rennen. En, ik denk dat ze daar staan, maar dat weet ik niet zeker. Oké. Dit is denk ik korallen. Ja, ze zijn erbij. Korallen. Dit is korallen. En die rent precies, ik heb die van binnen, het is maar. Hoe zou het zijn? Fascicus. Mooi uniek. Dus nou kunnen we de embryo van uniek in korallen plaatsen. Heel bijzonder. Dat is wel heel mooi bij ons in ons lachen. Dit is mooi, vind ik. Ja, het moet ook. Ja, het is zeker fijn. Ja. Wat vriendjes? Ja. Zo leuk, hè? Hier zit hier een jongens met een rietje met vloeistof en daar al een beetje in. Ja. Wij dachten dat we een 2-handschoen. Ik ken maar 1-handschoen. Dit is 3-handschoen. Maar ja. Nou, wees nog krek en skinner. Het enige nadeel is dat dit nooit alleen op tank is. Dus dat is nee. Niet nodig om dit te helpen. Back in the stable. Unique.